staat lang niet alles bezet. De helft, zo ziet het eruit, zal vol zijn en de andere helft blijft leeg voor deze wedstrijd. Tussen Bayern München en PSV. De opstelling van PSV bevat geen echte verrassing. Of de mensen die vinden dat Elleman erin thuis hoort, zijn enigszins onaangenaam verrast. Want Elleman speelt niet. Hij zit op de bank omdat anderen de voorkeur hebben gekregen. En dat geldt dan in dit geval met name voor Heinze en Chovanec, die er eventueel uit zouden moeten zijn gebleven wanneer Elleman had kunnen spelen. Cordes, dat, zoals dat daar op het bord staat, en deze Mihailovic, dat zijn mensen die bij Bayern aan de kant blijven. PSV speelt met Van Breukelen, achterin met Gerets, Nielsen, Valks en Heinze en ook Van Aarle. Dan de middenvelders Vanenburg, Lerby en Chovanec. Chovanec die vandaag zijn 30-jarig geboortedag viert. Voorin spelen Kieft en Paulsen. En er zijn verder mee Nederburg, Ellerman, De Jong, Boerenbach en Lindkens. En zoals bekend, Romario is in Eindhoven, is vandaag vader van een dochter geworden. Daar komt de scheidsrechter ook, dat is Van Langenhoven, de Belg. Die achtmaal eerder een Duitse ploeg heeft geleid in een Europees bekertoernooi. Daar is Chovanec, die dus nu toch wel weer tot de vaste kern wordt gerekend. Van Langenhoven heeft achtmaal een Nederlandse ploeg gehad, of een Duitse ploeg gehad. En slechts één keer heeft een Duitse ploeg onder zijn bewind een overwinning kunnen boeken in Europees verband. Lerby kent die kleedkamers uiteraard. Als laatste komt er ook Heinkes aan. Lerby kent die kleedkamers uiteraard van Haven tot Gort. Die is hier twee keer Duits kampioen en tevens tweevoudig Duits bekerwinnaar geworden. Als speler van Bayern München. Het bankje waarop de Nederlandse ploeg in 1988 dat feestje aanrichtte na de finale is rechts van die spelers geweest. Houten bankjes die zijn ingericht voor stadionpersoneel. En daarop heeft het Nederlands zelf toen die legendarische foto laten maken met die trappelende spelers. Die trappelende spelers van vreugde na het behalen van de Europese beker voor landskampioenen, voor nationale ploeg. Alman, Grahamer, Vleugler, Kohler, Augenthaler, Dürfner, Keugel. Reuter is ook een achterhoedenspeler. Wolfaert, Stroens is een vrij nieuwe man. Jonge speler, 21, die op het middenveld speelt. Wolfaert en McAnally, de Scott, zijn mensen die voorin staan. Bayern speelde in de eerste ronde tegen Glasgow Rangers. Eerst uit, dat werd toen een 3-1 overwinning. De thuisstrijd hier eindigde in 0-0. Bayern speelde in de tweede ronde tegen Tirana uit Albanië en won met 3-1 eerst thuis. Van Breukelen, Gerets, Nielsen, Valks, Heinze, Lerby, Van Aarle, Vanenburg, Paulsen, dus nu de Deen, die als meest vooruitgeschoven speler zal fungeren, althans zo is de bedoeling. Vanenburg, Paulsen, Kieft en Chovanec. Dat gebaar maakt hij dan nog maar weer eens, Søren Lerby, de 32-jarige Deen. 67 interlands voor zijn land. En hij speelde alle vier Europacup-wedstrijden van PSV tot dusverre. Er zijn er slechts 6 die dat verder bij PSV kunnen zeggen. Zij kwamen tot alle 4 ontmoetingen tot dusverre. Tegen Luzern, tegen Steaua Bucharest. Van Langenhoven. Zakenman uit de buurt van Brussel. Door de bol geverfd internationaal. En de aftrap is daar. PSV in het wit. Bayern in het rood. Van Aarle achterin. Chovanec en Valks. Valks en Heinze hebben tot taak de twee spitsen te bespelen. Van Aarle is laatste man. Gerets en Heinze hebben eigenlijk niet direct met een directe tegenstander te maken aan die flanken. Augenthaler. Zo zoekt iedereen nu eventjes naar zijn partner in het begin van deze wedstrijd. Flüchner. Paulsen, Lerby,
weggeven van Vanenburg. McAnally. PSV gooit in. Dat is McAnally. Schot. In de rug lopen. Vrije trap PSV. Derby, centraal op het middenveld. Heinze. Breed kan, op Valks. Ja, dat is geen lekkere paas. Van Breukel is eruit. Skeugel. Handige jongen die met een individuele actie ook wat mogelijkheden kan schaffen. Scheppen. Vrije trap. Voordeel Vanenburg, die werd aangepakt. Gerets op Kieft. Geugel. Voorzichtige handelingen waarbij dus eerst duidelijk aan twee kanten wordt gekeken hoe de tegenstander van plan is om te spelen. Valse. Lerby. Weinig ruimte verder voorin. Veel mensen op een wat klein gebied rondom de middenlijn. Kieft. Ja, dan heb je ook gauw balverlies natuurlijk. Plugner. Lerby. Vanenburg. Heinze gaat door. Daar komt hij. Niet buitenspel. Brede bouwpuntaler. Hetzelfde probleem voor Beiren nu. Ook PSV is redelijk ver opgedrongen met de laatste linie. Keugel. Kohler. Kramer. En maar weer verleggen waarschijnlijk aan de andere kant. Het probleem blijft precies hetzelfde. Het gaat om een balvaardige actie van deze of gene waardoor er een opening komt. Zie je ook Augmentalen met die armen zwaaien. Van bied je aan, kom los. Dat is geen buitenspel. Nielsen. Vrije trap wel tegen. We spelen natuurlijk 1 tegen 1 met Van Aarle daar vaak voor. Dus die duels moeten Nielsen en Valks niet al te vaak verliezen. Augmentaler mee. Plukt er ook. Daar moet Paulsen zijn waarde bewijzen. Kieft. Is nog niet lekker aan de bal geweest. Overtreding van Lerby. Gevaarlijk spel. De man die pijn heeft is Turfner. Kramer. Leek goed gekaart door Wolfhard. Paulsen. Vanenburg natuurlijk. Een beetje scherp inkomen van Keugel. Kieft. Van Aarle.
Jovanek. Van Aarle weer. Kansloos geweest aan slot. Bovendien leidt je balverlies. Maakt hij zichzelf leek hij goed te maken, maar hij drukte de man weg volgens Van Langenhoven. Augenthaler. Burger. Ruimte. Brugner. Brugner weer. Keugel. Op rechts zit nog niemand. Dat is een goede op Wolfaard. Hoekschop. Wolfaard meer graag op die ruimte daar, daarachter. De schot. McAnally moet het karakter tonen. Wolfaard zit daar dan lekker achter vaak om balletjes op te pikken. Hoekschop, de eerste in de wedstrijd. Chaotisch. Dorfner. Goed voetbal. Weggehaald. Door Nielsen. Goeie voetbal was van die jonge Stroens. Prima. Dreigend. En dat een goede actie. Gift. Nou, PSV slaagt er eigenlijk niet goed genoeg in om de bal voorin te houden. En dan komt Beiren wat erg vaak naar voren natuurlijk. Het leek op een hensbal van Aarle. Dus ook al zodanig gezien door Van Langenhoven. Overnemen. Dorfner. Vlugner. Vanenburg terug. Kom. Nou, pauze. Gerrit op de borst. De breedte kan weer. Pauze, nu moet die bal naar rechts. Daar is Gerrit namelijk. En Kieft is er ook voorin. Gerrit had ineens gemoeten. Nu kan nog. Maar nu zou hij eigenlijk buiten spel hebben gestaan. Maar er werd niet voor gevlacht, nog voor gefloten. Maar ze begrepen hun kansjes. Alhoewel, Gerrit had wellicht nog beter ineens kunnen spelen. Maar ja, zie je. Achterin Paulsen. Kieft hier. Alex. Ja. Dat is de veiligheidstrimmel gaan halen. Nu moet hij toch naar voren natuurlijk. Lerby.
Van Haarle. Beste, ze zijn weer op rechts. Hij zoekt een beetje ook al. Waar is Gerets? Ja, dat kan je de mensen niet aandoen. Helemaal terug naar Van Breukelen. Ja, het oogt wel aardig, maar het is niet efficiënt. Nieuwe kansen. Paulsen vroeg en krijgt dus verkeerd. Stroens. Begint behoorlijk, die Stroens. 21 jaar, komt uit Duisburg vandaan. Is aan het begin van dit seizoen gekomen. Augenthaler. Jongen. Reuter. In ieder geval een open begin. Klein kwartier zit er nu op. Stroens. Kramer. Reuter. Vulling was Keugel. Paulsen zat ertussen. Vanenburg geeft erg veel weg eigenlijk. ...43-jarige Guus uit de Achterhoek. Voorzichtigheid en degelijkheid ook bij Bayern nu. Geen wild risico. Rustig wachten totdat er zich een mogelijkheid aandient om lekker vooruit te komen. Rondspelen. Hard voor Reuter. Lange uithaal. Buitenspel. Keugel. McAnally. Nee, McAnally niet. Het is Reuter. Die werd vastgepakt door Heinze. Reuter had het ook wel graag. Maar zo ontstaat er nu de laatste tijd dus erg veel ruimte aan die rechterkant met die opkomende hardloper, Reuter. En heeft daar Reuter en Grauhammer voor bij Bayern om aan die kant te komen. Zesmans muurtje. Met Van Haarle als uitloper. Als een soort kamikaze om de bal tegemoet te rennen. Die staat wel erg dichtbij trouwens. Bovendien wordt het uitlopen straks moeilijk gemaakt omdat er weer iemand voor Van Haarle is gaan staan. Kijk maar. Het schot is van Grauhammer. En buitenbeeld doet Van Haarle dus niet zijn beklag over het feit dat hem de doorgang werd versperd. Kijk maar. Hij moet er helemaal omheen. En kan dus niet bij tijd bij die bal zijn. Maar de bal wordt slecht getrapt. Grauhammer. Paulsen. Vanenburg. De andere kant, Chovanec. Hoekschop. Ook niet slecht. Afstand tot Chovanec was groot. Chovanec trapt natuurlijk lekker.
kijk maar. Want anders had het allemaal niet zoveel probleem. Aan de andere kant zal Vanenburg het dan doen. Chauvenek aan de rechterkant met links. Vanenburg aan die kant met rechts. Bij de eerste paal staat Nielsen. Schief loopt in. Heinze gaat. Komt Vleugje tegen. McAnally. Keugel. Eerst moet oppassen. De trucendoos staat open waarschijnlijk. Lerby. Ja. Daar tref je natuurlijk wel het brok onverzettelijkheid tegelijkertijd bij elkaar. McAnally. Valks. Kieft. Zoekt op rechts en daar is nog niks. Paal seconde. De ploeg die uitspeelt. Nielsen. De bedoeling is dat die pauze een beetje ruimte krijgt aan allerlei kanten. Uit de tussenverre. Zitten er niet veel mogelijkheden nog voor hem in. Alcantara is dat. Kort. Ja, dat gaat ten koste van Valks. Natuurlijk wel een overtreding. Maar dan moet je de sokjes maar wat optrekken. En de scheenbeschermers wellicht hun werk laten doen. Er zat wel ziek, een paar bruine benen, maar... Dit zijn toch omstandigheden waarbij het gevaarlijk is. PSV gooit. En dat doet Gerets. Dus komt de bal bij het doelgebied. Valks. Hou me alleen. Nielsen houdt die schot vrij aardig aan banden. Terug kan ook nog. Gerard wijst er nog op, ja. Valse, buitenspel, net aan. Het lijkt me een rare tijd. 9 minuten gespeeld. Wat hebben we hier dan al die andere minuten gedaan? Gerets, Valks. De lange haal kan. Het liefst richting Kieft, die moet doorkoppen dan. Kijk maar, Valse. Kieft, Vanenburg. Nu niet meer. Van Haarle. Chauvenek. Zo maak je goed gebruik van de ruimte van het hele veld. Valse. Goeie kopbal, want Kluwke was te laat en gooide zijn hele lijf tegenaan.
Vleugner. Stroens. Kramer daar. Kieft. Buitenspel van Vanenburg. Augenthaler. Reuter. Ja, Keugel. Eerst Lerby, dan weer Gerrit. Leven is hard als je klein bent. Dorfner. Maar nu is dat er wat ruimte voor Bayern om te komen. Vleugner de kans. En Van Breukelen speelt goed mee tot dusver. Komt sterk het doel uit. Het is niet een gevaarlijk spel. Snel genomen. Keugel. Oh, mocht niet zo snel. Augenthaler schiet dan graag, maar dit is in dit geval Grahammer. Die mag het dus ook graag doen. Bijna een minuut de snelheid waarmee het komt. Nu is er nog een beetje wanorde daarachter. Althans, er is ruimte om vrij te kunnen schieten. Niet ver genoeg. Derby. Kieft. Een kostje. Ja, een blessure waarschijnlijk. Hij draaide mee toen Keuler, of toen Pleugner man en bal nam. En zo draaide zijn benen heel. Goed te vast. Erik haalt Valks. Ik zet het verhaal vooral voor Nielsen. Niet buitenspel, opnieuw niet gegeven. Rotbal, ja. Vanenburg goed gezien. Het is dat hij wordt opgevangen vervolgens. Dat is dan ook een vrije trap. Want anders gaat die combinatie lopen natuurlijk naar de rechts. Ook een ziekenhuisballetje vanuit die andere kant. Van Gerrit eigenlijk. Dorfner. Vleugner. Nielsen kon niets anders. Hij krijgt dan Nielsen weer mee. Macanelli. Vleugner is er ook altijd. En Van Breukelen is dit eerste half uur tot dusver zeker. Niemand meer achter zijn rug. En hij past nog op de tijd natuurlijk. Pauze doorrennen. Kieft.
maken aan je dromen, scoor je dan. Hij kon niet veel anders, omdat Paulsen daar natuurlijk ook nog in buitenspelpositie eigenlijk liep. Reuter. Flügner. Dorfner. Augenthaler, vast op Van Aarde. Ja, voor het verdedigende werk kun je het toch nog wel hebben, die Nielsen. Ook in de lucht. Even een wat taaie periode in de wedstrijd. Wolfhard. Gaat een ingooi van Flügner weer, want die hoort dat te doen. Een tweetje met Lerby eigenlijk. Terug kon niet. Kiep, vrije trap mee. Korver, vrije trap tegen. Te hoog, even rechterbeen. Uit het spel. Ah, die grensrechter heeft daar niet zo het oog in. Nu gebeurt het toch ook vlak voor zijn voeten. Nou, pas op het laatste moment begreep hij wat er loos was. Reuter of een Kraghammer. McAnally. Hij heeft bij Aston Villa gespeeld in Engeland en bij Celtic in Schotland. Heugel, ten koste van Gerets. En nu de snelheid. Kohler. Wolfhard zat daar nu weer bij. Dat is de man die die kleine kansjes probeert te verzilveren. Het is lang wachten. Het is cool wachten. Totdat er eindelijk zo'n moment komt. Beetje veel weggeven nu. Moet ook trouwens op het middenveld van PSV nu eigenlijk iemand opstaan. Die zegt van geef mij die bal. Ik zorg nu voor de rust, ik zorg nu voor het ontregelen van de tegenpartij. Ik bepaal een beetje ons spel. En dat wordt, of dat is op dit moment kennelijk moeilijk voor de PSV'ers op dat middenveld. En dan krijg je deze bal in de diepte van achteruit. Op Reuter weer. Dat is niks. Het oogt wel aardig, maar... Het is heel simpel voor langs.
Kramer. Ja, die 1 tegen 1 situaties zijn gevaarlijk. En Van Breukelen is tot dusver goed geweest. Nu mag het alleen natuurlijk met de benen. Hij zit daar heel goed achter doorlopend. Keubel. Stroens. En Van Aarle. Nou, nog maar een paar keer zeggen dat er een vervanger voor hem moet komen. En het gaat weer erg goed met hem. Richting Kieft. Augenthaler. Stroens. Doeltrap. Geen grootste portie spanning in de wedstrijd tot dusver. Ook al omdat Van Breukelen iedere keer maar weer alle tijd krijgt om heel kalm aan te doen bij die doeltrappen. Hard achteruit lopen, dat gaat wel, maar verder pikt hij alle seconden die hier te pakken zijn. In het voordeel van de bezoekende ploeg. Ja, dat is keer op keer nu toch weggeven. In de hoop dat Paulsen misschien ooit eens verschijnt. Keugel. Sterkste man van PSV, Van Aarle. Nou, nu dan 1 tegen 1. Lerby voor Lot Kieft. Ja. Maar Kieft is weer heet eigenlijk. Paals ook. Die bal had voorgemoeten. Toch raakt hij wel iets. Maar de hoek was klein. En Kieft kwam voor het doel. Voor een keeper is het altijd moeilijk als een bal verlegd wordt in de breedte. Dan moet hij zich toch weer opnieuw opstellen. Overtreding op Kieft. Van Kieft. Augenthaler Kohler. Vlugner. Die speelt als een aanvaller, terwijl dat toch de linksachter is. Hij kan keer op keer nu op deur trekken. Bovendien is hij sterk bij corners. Kobbel van Augenthaler. Paulsen terug, kon op de keeper. Chovanec, tijd niet gezien. Ingooi PSV. Valks. Ja, dan krijg je alleen een schouderklopje voor van je eigen maten.
steeds met die uitrappen dat hij probeert om Yves ten Pauls te halen. Vanenburg. Dat heeft hij al eerder gewonnen, maar dan leek hij vervolgens wat lief. Nu werd hij weggeduwd door Plugge. Geen onaardige plaats om een vrije trap van Daan te schieten. Nou, het leek eigenlijk niets wat de verdedigers fout deden. Tsjech kan dat ook hoor. Die bal goed trappen vanuit die hoek. Kijk maar, wel over, maar hij schijnt aardig Nederlands te spreken. Doeltrap Ouweman. Gerrit. Olvaart. En nu weer zo'n situatie waarbij die 20 veldspelers dicht op elkaar staan. Alles een beetje rondom die middenlijn. Zoek het naar een opening. Dörfner. Voor rechts leggen, ja. Dat is Reuter. Wolfaert. Bal buiten. Heeft goed vastgepakt. Ja, hij leek die bal aardig onder controle mee te krijgen. Vlug nu weer. Stroens. Wolfaert ging te laat. Paulsen. Met Kohler. Speelde beide erbij. FC Köln. Want Kohler is natuurlijk ook pas dit seizoen bij Bayern. Daar heeft men nog niet zo gek veel plezier van hem kunnen hebben. Omdat die verdediger heel lang geblesseerd is geweest. Flugner hoort tot de inventaris van de club hier. Staat er al heel lang. McAnally, goed. Hoekschop. Ook hij zocht toch de korte hoek bij Van Breukelen. En legde niet terug op de meegekomen keugel. Hoe houdt PSV zich in de lucht? Tot dusver gaat het. En nu? Nee dus. Wolfaert. Komt hem naast. Augenthaler kopt en Wolfaert, ja, krijgt het verkeerd op het hoofd. Dan staat er bij PSV wel altijd iemand bij die tweede paal. Dus je hebt hem toch niet direct in. En die man bij de tweede paal heeft PSV al vele wonderen bezorgd. Er zijn al vele ballen daar van die achterlijn weggetrokken. Terug Cordy. Vanenburg. Flugner. Heinzen. Derby. Moet binnendoor, gelijk door kunnen. Vanenburg ook. Had gekund, nu duurt het te lang. Goeie opening op Heinzen. Niet buitenspel, alleen kieft in het midden. Vanenburg komt nog. Aardig voetbal van die keugel weer. Ook weer verdedigend opzicht. McAnally. Keugel. Kennelijk moe
in actie. Met vrij veel energie. Deze test klopt wel. Dan zal PSV toch niet ontevreden zijn over het verloop. Zonder dat het nou flitsend speelt, kan het de tegenpartij tegenhouden. En dat is een gouden Europese regel. Dat is in zo'n bekertoernooi toch van belang. Stroens. Elle Heijnse weer. Kan op Keugel. Voorin wachten Wolfhard en McAnally weer op leukere dingen. Dan teruglopen. Dorfner. McAnally, Wolfhard. Keugel. Heel goed hem weghalen. Pleubner. Valks, gelanceerd. Zo lijkt het, ja. Koppen tegen elkaar waarschijnlijk. En het duel aan de bal. Wolfhard ligt daar voor hem. En de spons komt zo. Ja, de hoofden tegen elkaar geslagen. Uit de bal weg was. Beetje onsympathiek wat er dan weer vanuit de toeschouwerzij komt. Auf Wiedersehen. Oh, zal het nu tot bijna rust zijn. Hij weer op de benen en Valks was dat al eerder. Van Langerhoven vraagt om de bal. Met een scheidsrechtersbal moet hij namelijk het spel vatten. Terug kan. Kom. Vrije trap. In het voordeel van Beieren. Geen harde eerste helft. Nielsen niet. Dan een Stroens even. Dat moet hij dan in de rust maar zeggen, Joep Heynckes. Want hij ziet de kansen en de mogelijkheden kennelijk wel, die er in het veld nog niet erg zijn uitgekomen. Althans niet erg in het voordeel van Beieren. Lerby gaat naar de kleedkamers die bekend voorkomen. Kluunke krijgt nog iets te horen van scheidsrechter Van Langenhoven, dat hij niet al te veel moet zeuren. En wij kunnen op dit moment denk ik terug naar de studio in Hilversum. Meestal A114. Daar komen de mensen weer. Ik denk niet dat er reden voor beide trainers is om wissels aan te brengen. Dan zal het tactisch allemaal redelijk in orde hebben gevonden in die eerste helft. Er ontstaat wat gejuich in dit stadion omdat er wat tussenstanden komen. Van wedstrijden waarbij, of tussenstanden of eindstanden komen van wedstrijden waarbij de Duitse clubs betrokken zijn. Bekend was al Keulen tegen Antwerpen gisteren 2-0. En eerder gespeeld Hamburger SV tegen Juventus 0-2. En FC Luik, Werder Bremen hangt hier ook. En Werder Bremen blijkt dus met 4-1 te hebben huisgehouden. Uli Hoeneß, ze komen gerade aus der Kabine. Een Duitse collega.
Ich glaube, wir haben ganz gut gespielt, aber wir müssen noch mehr Druck machen. Wir müssen aber auch aus unseren Torchancen eben die Tore machen. Es waren ja zwei, drei gute Chancen da. Andererseits hat man gesehen, wie gefährlich der Gegner im Konter ist. Wobei wir hoffentlich morgen abtrappen und diese Wette fällt schon vor. Wir müssen noch schneller aus dem Mittelfeld und aus der Abwehr heraus spielen und die anderen nicht zur Ruhe kommen lassen. Aber man muss natürlich akzeptieren, dass Eindhoven... Bayern spielt naar de luidruchtige aanhang toe in deze tweede helft en heeft daar dus voor gekozen. Naar de TOS. Heeft de keus kunnen maken. En is dus nu van start gegaan in de richting van de aanhang. Dat wordt altijd verkozen boven het van die aanhang af wegspelen. Gaan zien of dat helpt. Ik laat zich nu horen. Stroets, buitenspel. Schek, de man heeft dus in de eerste helft een paar keer kieft laten lopen. En bij de eerste de beste gelegenheid in de tweede helft dat hij getest wordt, heeft die grensrechter het dus bij het rechte eind. En doet hij ook iets waarvoor hij is. Hij vlacht. Blaso. Hetzelfde recept als in de eerste helft. Lang in het midden, de uittrappen. Overtreding van Paulsen. Nielsen. Paulsen zelf. Spanning kan het dus beter in de wedstrijd, met de vrolijke momenten kan het beter. In de eerste helft is het toch allemaal wat statisch geweest. Erg rustig. Hens. Augenthaler wil schieten. Maar het lijkt hem te ver af, deze Dorfner. Heret. Flügner. Richting Kieft. Met Kohler. Buitenspel. Kramer. McAnally. Ik vind dat hij te weinig scoort, McAnally, maar McAnally zelf kan vinden dat hij eigenlijk te weinig in het stuk voorkomt. Hij krijgt natuurlijk niet die lekkere ballen. Hij heeft een vrij ondankbare taak daarvoor in. Paulsen, nu wat sneller natuurlijk dan Augenthaler. Ook goed. Hoekschop. Verrassend zoals hij van Kramer won, wilde winnen ook nog. Zoals hij dat duel aanging op de achterlijn. Ook zo Vanenburg. Niels is voor. Achterin Valks. Er zit iemand buiten spel. Paulsen. Het zal een schoenveter zijn geweest, maar ja, zo was er geen enkele aanval mogelijk. Reuter.
Heinze. Is een beetje gek van twee kanten aan die zijde. Heinze en Chovanec aan die ene kant voor PSV. Geen echte aanvallers. En aan de andere kant, aan de rechterkant dus bij Bayern, staan daar Grahammer en Reuter. Ook geen echte aanvallers die over de vleugel komen. Er wil wel van achteruit komen, maar in het spel zit het niet echt opgesloten. Pauze. Aukentaler. Je krijgt er dus de duels tussen Chovanec en Heinze en deze Reuter en Krahammer. Overtreding Paulsen. Kramer. Terreinwinst zoals Augenthaler graag heeft. Ja, dan moet er daarna iemand aan speelbaar zijn of je moet het echt zien. Oh, je wil het dus in het begin van die tweede helft niet worden. Turfner. Flugner. McAnally. Ja, dat is het werk waar hij graag op uit is natuurlijk. Van Breukelen heeft hem. Daar ligt nog iemand. Speler van Bayern. Nee, van PSV. McAnally had nu eindelijk de kans om te koppen. Van achteruit. Vallen ze op de grond. Komt door de volgende actie. Dat is een typisch Engelse spits natuurlijk. Langenhoven vindt dat wel een voordeel. Hij kan in zowel het Nederlands als in het Duits met de spelers praten. En komt hij er echt niet uit, dan heeft hij eventueel Gerrits achter dan. Ondertussen past Heinz zijn nieuwe schoenen. En worden die bekeken door de grensrechter die dichtbij hem stond. Alles weer. Zo doe je niets en zo speel je tegen Bayern. Dat is het lot van die oud-VVV-speler. Aukentaler. McAnally. Flugner. Keugel. Leek een overtreding van Gerrit. Weer het kluitje. En daar, wanneer er zoveel mensen bij elkaar staan, krijg je natuurlijk de meeste fouten. Zeker van de minder technische spelers. McAnally. Paulsen blijft er dichtbij. Hij moet weglopen bij Kief vandaan. Ingooi is van Bayern.
Dorfner. Keugel. Probeert nu wat meer als een linksbuiten te spelen, wat minder teruggetrokken. Dat betekent dat Gerrits dus wat meer zijn eigen werk aan kan, dat van de verdediger. Scheidsrechter stond in de weg. Maganelli. Waarin lijkt nu wat beter te voetballen. Keugel gaat. Zo snel is hij niet. Die bal is wat hoger. Een fabriek achter Van Breukelen gaat nu tekeer. Dat heeft de heer zelf bij al die uittrappen niets van zich laten horen aan de andere kant. Maar nu achter de rug van Van Breukelen beseft het dat Van Breukelen erg veel tijd pikt. Overtreding, Derby. Erwin is een van de 7 spelers die een gele kaart op zak heeft in dit toernooi. Het is overigens een wedstrijd tot dusver waarbij het er niet naar uitziet dat hier gele kaarten zullen vallen. Er zijn geen boosaardige overtredingen tot dusver geweest. Buiten de lijn de bal. PSV gooit. Ruimte hier, helemaal op links. Paulsen. Kohler. Stroens. Krijg hem erop terug. Paulsen loopt nog na te dromen aan de linkerkant. Zit daar eigenlijk op de hurken en zat weer buitenspel. Dan komt die bal niet naar hem toe. Wolfaard en Valks. Doeltrap. En de man die net boos uit beeld liep was Van Aarle in de richting van Paulsen. Zegt van je kunt niet zomaar wat rust gaan zitten nemen. En als je dat doet, doe het dan op een plaats waardoor we de bal aan je kunnen spelen. Ook Gerrit maakt nu vanuit de verte aan Paulsen het gebaar van... Ik denk erom, niet meer doen zo. Overtreding. Die vlokte het een beetje uit, maar plukte en hapte. Derby Gerrits. Geert. Nielsen. Ruimte aan die rechterkant was er geweest voor Grahammer. Stroens. Flugner. McAnally. McAnally en Wolfhard geven veel terug. Leggen veel terug. Gaan niet zelf draaien zich om in de richting van het doel van Van Breukelen. Augenthaler. Flugner. Of niet Flugner, Stroens. Stroens weer. Speelde vorige week nog met Jong Duitsland. Ja, van die kant zou het in eerste instantie moeten komen qua wissels. Rajlovic, wellicht.
Maar ze lopen er kennelijk alle vier. Mihailovic, Bender, Flick en Kastemeyer. Het is een teken dat PSV over de eigen speelwijze niet geheel en al ontevreden hoeft te zijn, want het houdt Bayern op de nul. Geen buitenspel, Mihailovic. Van Langenhoven zag een overtreding die Nielsen dan gemaakt zou moeten hebben. Nou kan hij dit spelen hoor, Nielsen. Ja, bal en man. Achterin Augenthaler nu ook meegekomen en hier Mihailovic weer. Of ja, McAnally, sorry. Of niet, Mihailovic is de Joegoslaaf die eventueel ingebracht zou kunnen worden. Keugel. Augenthaler. Niet meer zo wendbaar. De bal is buiten geweest trouwens. Het zou een ingooi moeten worden voor Bayern. Of op... En dan doet Plugner dat waarschijnlijk aan die kant. Eind in beeld. Valks. Jovenet. Hopen op McAnally is dat. Kieft. Hij moet hard werken, Wim Kieft, in deze wedstrijd. Doet dat ook. Staat niet in de punt. Hij moet veel naar de bal toe. Moet veel opknappen. Ruim een kwartier is er gespeeld in de tweede helft. McAnally. Kan. Omdat Wolfaert niet naar de bal en de keeper toe liep. Maar achterin bleef. Dat doet hij in de richting van de grensrechter. Maar om te vragen om buitenspel, het is onzin. Wolfaert en Valks weer. Tot dusver de meeste duels van die aanvaller wint. Van Haarle, Vanenburg. Buitenspel. McAnally. Bayern probeert weer in de buurt van het doelgebied van PSV te komen. Slaagt er ook in. Maar Wolfaert kaatst dus ook weer achteruit. In plaats van dat de actie van de aanvaller gericht is naar voren. Rechtsvrij. Buitenspel. Reuter in beeld, is de vrije trap, dacht Heinz al genomen. Maar het bleek niet goed te zijn, het gebeurde niet op de juiste plaats. Daar die vrije trap nu pas komt. Er zijn 35.000 toeschouwers, zo is net officieel medegedeeld in dit stadion. Kohler.
Het lukt toch niet vaak, die ballen op Paulsen. Hij komt er eigenlijk toch maar hoogst zelden aan. Vanenburg. Komt dit verhaaltje niet erg voor. McAnally. En weer de hoop op de snelheid van Paulsen. Ouwman staat toch een beetje te verkleumen daar in het doel. Stroens. Kieft. Vanenburg. Gerrit gaat. Dan moet de rest ook gaan. Kieft is inderdaad de eerste man. Paulsen was er verder. De meerderheid van Beiren neemt toe. Zonder dat het nog vertaald wordt in kansen. Counter. Ideaal. Heinze verdient hulp. Die is er. Kieft, Paulsen, wacht. Leek een beetje een schop met de buitenkant schoen van Paulsen. Weer een overtreding onderweg. Maar pakte hem makkelijk. Het zou aardig zijn geweest om de tijd op te nemen die Van Breukelen zo pakt voor PSV bij die uittrappen. Paulsen. Constructie, vrije trap PSV. Misschien vindt hij het wel even lekker om onderuit te gaan. Want hij heeft vrij veel sprintjes natuurlijk moeten trekken. Zonder dat het nou het echte rendement oplevert. Maar hij kan wel vol aan de bak iedere keer. En maar weer aanzetten. Goeie vrije trap. Heinze. Paulsen weer vrij. Achterin Kieft. En Paulsen zit weer neer. Van PSV-zijde komt trouwens geen enkel... bewijs van het feit dat men ook vindt dat Paulsen te moe zou geraken. Er wordt niemand op uitgestuurd om zich warm te lopen. Terwijl Bender, ook zo'n man die dit jaar dus nieuw is gekomen, daar nu langs de zijlijn staat om te worden ingebracht, kennelijk voor Keugel. Dan moet Paulsen weer. Heinze. Kieft. Nou, hij zal niet mopperen. Hij zocht de drukte. Hij krijgt het bij het erop mee. Daar is die wissel. Daar komt dus Bender. En Keugel gaat eruit. Bender, een 23-jarige kracht uit het amateurvoetbal. 89 gekomen. Heeft Keugel dus toch te weinig rendement opgeleverd, zeker in die tweede helft, langs die zijlijn.
Bij PSV vindt me die Bender overigens geen slechte. Althans bij de mensen van de PSV's technische staf die Bayern hebben bekeken. Dus Dorier en Hiddink. Het is wel het accent meer op de voorhoede dan met Keugel het geval was. Want die bleef toch eigenlijk te veel vanaf het middenveld spelen. Bender staat wat meer voorin. Doeltrap. En Van Langenhoven gaat nu naar Van Breukelen toe. Om te zeggen, schiet eens op jij. Het enige vervolg is waarschijnlijk dat Van Breukelen dus nu hard achteruit loopt. En dat hij toch het klusje daar naar voren heeft verricht. Derby. Bender dacht dat hij in de voeten zou worden gespeeld. Bender. Balvaart. Nieuwe kansen. Valks. Vervult geen slechte rol, Stan Valks, in deze wedstrijd. Bayern speelde in Europees verband 34 wedstrijden thuis. En verloor nooit. Althans in het Europa Cup 1 toernooi. Vorig jaar verloor de ploeg natuurlijk hier thuis van Inter. Maar toen zette het de zaak recht in de uitwedstrijd. Van Breukelen. Nou, dit was het moment geweest waarop hij had kunnen worden verslagen door deze kopbal. Hij vond het te ver weg, stond dus niet lekker opgesteld en zag een batterij aan mensen op hem afkomen. 3 in getal. En McAnally nam hem dus. Hij krijgt nu een vrije trap tegen. Kohler. Stroens. Kohler. Ligt goed die bal. Leek het goed te zijn althans voor Wolfaard. PSV heeft natuurlijk nu maar heel zelden de bal in het bezit. En houdt de bal, als het de bal heeft, ook maar heel zelden in de ploeg. Spanenburg zou zich wat dat betreft ook eens wat moeten laten gelden. Nieuwe vrije trap tegen Gerrit. Derby, het is een kwestie van... Nou, nog niet helemaal van pomp op verzuipen, maar het komt wel steeds terug voor PSV. En dan wordt het gelukkig zo uitgevoerd voor die Eindhovense ploeg. Daardoor gaat het niet echt slecht. McAnally. Valt niet achter. Nu zit hij erin. Ja, treffer is mooi. Ongetwijfeld van Wolfaert. Dat is
toch kenmerkend, want je ziet het aankomen. Hij is er een paar keer dichtbij geweest. Hij zit daar dan ineens achter en hier is het gebeurd. En ik moet zeggen, het is verdiend, want ja, Bayern voetbalt en voetbalt op de aanval. En de aanvallende ploeg pakt toch over het algemeen de treffers. McAnally doet het natuurlijk goed. Ook dat hij die tackle van Nielsen ontwijkt. En dan is dat de spits ervoor komen. Voor iedereen. En raken. Bolvaart. Na dus een half uur voetbal in de tweede helft. 1-0 voor Bayern. Vrije trap voor Del Kieft. Overtreding Bender. Goeie koppel, zit er ook in. Pauze. Ja, dat is een hele goede belangrijke goal van die Deen. Lerby raakt geblesseerd en Pauze heeft eindelijk datgene waar hij al een tijdje naar onderweg was. Kramp. Maar wat meer indruk maakt is natuurlijk het feit dat het 1-1 staat. Dat is ontzettend snel en Auwen heeft flink de pest in. Vanenburg met de vrije trap. En Lerby gaat die val. En Paulsen heeft hem er daar voortreffelijk in. Ja, en Paulsen ligt daar nu achter de doellijn. Die zal nu toch waarschijnlijk wel... rijp voor vervanging worden geacht. Maar het is een hele belangrijke treffer. 1-1. En zo'n uitgescoord doelpunt doet vaak wonderen. En dat zo snel. Dat is een flinke tik voor die Duitse ploeg. Kramer. Augenthaler. Het is een boeiende tijd, nou weer ineens zelf op de pantoffel richting doel. Wolfhard. Lerby, pas op. Voordat je het weet doe je niet mee in de andere wedstrijd. Ja, dat eindeloze gezeur van die mensen om te vragen om wel die gele kaart te geven. Dat is natuurlijk volstrekte waanzin. Het is een wedstrijd waarin bepaald niet scherp wordt gespeeld. En om dat te zeggen voor de tweede keer, wat heeft Lerby dan eerder gedaan? Het is een overtreding die je kunt bestraffen met de gele kaart, dat overigens wel. Als men daar nu lang over blijft vergaderen, dan gaat de klok aardig in het voordeel voor PSV verder.
Derby bij Augenthaler. Driemans muurtje. Ziet hier, de doelpunten vallen ineens. Als Rijp Appelen, Grauwer, dat wacht toch niet. Zo recht toe, recht aan. Dat is heel gek. Dat zo'n vrije trapper op een dergelijke manier ingaat. Augenthaler maakt gewoon een poortje namelijk. Dan is het alweer niet zo gek. Want die is daarvoor gaan staan natuurlijk. Zo krijgen die dode speelmomenten toch steeds meer variaties. Want je kunt er dus op gaan trainen dat iemand in de weg gaat staan van zo'n te verwachten schot. Die dan met zijn benen wijd gaat staan. En Lerby stond. Hij stond er niet achter. 2-1. Fleming Pauls heeft het nu niet meer. Hij heeft eerst zijn eigen spelers daarachterin een beetje uitgescholden. Daarnet zo van, ik speel met de pletter en ik loop me wild. En dan dat. Vrije trap tegen Van Aarle. Van Dorfner gaat tekeer. Poler gaat tekeer. En Lerby zust. Met Wolfhard trouwens. Ja, dat had iets weg van een overtreding ten koste van Meganelli en het was wel niet. Het zijn gevaarlijke vrije trappen. Ook die van heel ver weg zoals die daarnet werd genomen. Paulsen. Hij mag een kramp gehad hebben, maar hij loopt harder dan Augenthaler. Hens, vrije trap mee. Geen fase van de strijd om stoïcijns onder te blijven. Als je daar zo bij de bank zit, zoals Hiddink. Van Aarle. PSV moet nu natuurlijk de rust kunnen opbrengen om eigenlijk die slotfase uit te spelen. Zo met deze stand. Het is zo pijnlijk, is een 2-1 nederlaag uit bij Bayern. In een kwartfinale van de Europa Cup 1. Ook weer niet. Buitenspel. Die zet zijn kaartje er alvast maar in. Het is overigens nog niet gedaan. Nog een minuut of zeven. Vanenburg. Heinze gaat aan de linkerkant. Moest terugkomen om dat buitenspel te dreigen. Ja, dit is de beste oplossing toch eigenlijk. Een beetje uitspelen en wellicht een eenzaam kansje ontmoeten. In de rug lopen. Vrije trap. Hé, hey, geen vrije trap voor Paulsen. Lang een overzicht gaat door. Lugner.
Van Langenhoven was ver weg, maar hij zegt geen vrije trap. Derby geeft weg aan Bender. En Heinze, die eigenlijk een aardige wedstrijd speelt, corrigeert dat. Dat toch op, zegt Heinkes. Maar dat is aan PSV niet besteed natuurlijk. Lerby. Heinze. Nielsen. Bal buiten. Ingooi. Augenthaler. Kohler. McAnally. Ja, net gooit hij hem toch aardig langs Niels en nu doet hij dat weer. En pakt hij even Heinze vast, maar mag verder. Over, Fluter. McAnally wordt ineens het grote gevaar. Het was handig zoals hij dat deed. Vooral ook dit. Valks. Ingooi. Bender, bal buiten. PSV gooit in en neemt daarvoor de tijd. Van Langenhoven zou iets kunnen bijtellen aan speeltijd. Door wat blessurebehandelingen die er zijn geweest. Gekke wedstrijd. Wat saai eerste helft. De tweede helft waarin je de doelpunten van Bayern voelt aankomen. En dan ineens vallen de drie treffers eigenlijk op een kluitje. Kieft. Derby. Reuter. Bender vroeg. Achter hem krijgt Augenthaler hem. Fluter onderbreekt en Lerby onderbreekt weer. Want nu haalt hij ineens daar een hoop weg. Elmerman is nog even uit de kleren gegaan. Om de bekende Europa Cup wissel toe te passen. Om tijdwinst te boeken. In de slotfase. Heinze. Nou, zie je onaardig. Na die slalom. Vrije trap mee. En de wissel ongetwijfeld in die laatste minuut. Paulsen mag zich naar de massagetafel begeven. Hij heeft boeiend gewerkt. Elleman doet het restantje. Vanenburg.
Alman liet zich niet verrassen vanaf die afstand. Gerrit. Vijf verdedigers achter, vier aanvallers voor. Gerrit. De rest komt. Vanenburg. Langenhoven zoekt zijn grensrechters nog niet, maar kijkt nu wel even op zijn klok. Wolfaard bij Valks weer. Van Haarle. Red Vanenburg niet. Hij redt nog vrij veel, want hij krijgt een vrije trap. Veel tijd is waarschijnlijk aan deze spelers nu toch niet meer besteed. De laatste restantjeskracht worden aangewend. En dan mag het over 14 dagen verder met die stand van 2-1 in het voordeel van Bayern. Dat is nu het definitieve oordeel ook van Langenhoven. PSV en Bayern München zijn klaar. Drie goals, snel achtereen. De tegenvaller voor Bayern, nadat het zo redelijk op 1-0 was gekomen, kwam PSV dus lekker op 1-1.